woensdag, 3 februari. En gisteren was er weer een persconferentie van Mark Rutte. En als ik naar de persconferentie goed luister, dan staat het er niet best voor. We gaan kijken hier in Ommen hoe het er daarvoor staat. Het is midden overdag, leeg, niets te bekennen en op de achtergrond een klein beetje muziek voor het winkelende publiek wat er niet is. We gaan praten met een aantal winkeliers, middenstanders, hoe zij in deze coronatijd eigenlijk ervoor staan. Rick Rijns van Prins Sport, hoe is het erbij? Ja, over het algemeen goed. Het is een rare tijd, een vervelende tijd, maar persoonlijk gaat het verder goed en we maken er op dit moment het beste van. Je maakt er wat van en hoe doe je dat dan? Dat gaat in eerste instantie via social media, een website, bereikbaar zijn. Op dit moment zijn we gewoon 6 dagen aanwezig in de winkel. Klanten kunnen ons inderdaad gewoon bereiken, bezorgen bij klanten. Op die manier gaan we de komende weken nog eventjes door. En hou je op deze manier het hoofd nog een beetje boven water? Ja, het is wel te doen. De vraag naar sportartikelen blijft wel aanwezig. Mensen willen toch wel blijven bewegen, hardlopen, wandelen. Voetbal bij de jeugd gaat gewoon door, sportkleding. Dus op die manier is het wel te doen. Maar goed, het staat niet in verhouding met de normale periode rond deze tijd. Nou heeft Mark Rutte gisteren wat verruiming aangekondigd. Is dat voor jullie nou ook echt een verruiming? Ja, lastig in te schatten. Ik denk als we de klant niet mogen ontvangen in de winkel, dat het eigenlijk op dezelfde voet grotendeels verder gaat voor ons. En dat het toch wel bij de meeste klanten de artikelen blijven bezorgen. Kijk, uiteindelijk het is wel een extra optie, dus wellicht zal er ongetwijfeld gebruik van gemaakt gaan worden. Maar ik zie niet 1, 2, 3 gebeuren dat hier een ontzettende omzetplus uit voortkomt. Heeft nou de hele coronatijd jullie ook ertoe aangezet om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, om op een andere manier eens bezig te zijn? Je komt nu wel heel erg persoonlijk met mensen in contact met je klanten. Je bezorgt het uiteraard, mensen waarderen het ontzettend. Ik denk voor de lange termijn dat dit gewoon heel erg positief gaat werken. We willen er eigenlijk wel graag weer snel naartoe dat gewoon de klant ook bij ons terecht kan komen. Maar ik denk wel als service dat we zeker die bezorgdienst blijven behouden, absoluut. Ja. Maar die binding met de klanten, waar jullie dus toch eigenlijk wel goed bekend staan, die heeft toch ook een beetje een stimulans gekregen? Ja, dat vind ik zeker. Ja. Zie je nou ook wel een stukje toekomst weer, een stukje licht aan het eind van de tunnel, dat ook zometeen om en weer een bruisend hart wordt met mensen die hier winkelen en het gezellig vinden? Ja, dat verwacht ik zeker. We moeten positief blijven uiteraard, maar ik hoop en ga eigenlijk een beetje vanuit dat we richting de zomerperiode toch wel weer het een en ander mogen. De campings zullen ongetwijfeld weer volstromen en ik verwacht dat het eigenlijk wel een heel druk zomerseizoen tegemoet gaat, absoluut ja. En in ons geval, als straks de competitie weer mogelijk staat op sportgebied, hoop ik ook dat het richting augustus, september weer toch wel weer losgaat. Ja. Dus dan is dus het muziek wat je op de achtergrond hoort niet voor niks. Dan is het echt om de gezelligheid nog weer te vergroten met de kerstversiering erbij. Ja. En dan gaan we er echt wel weer iets van maken. Ja, absoluut. En ik verwacht ook wel dat richting de horeca en dergelijke uiteindelijk alles weer richting normaal gaat. Maar het duurt wel ontzettend lang momenteel. En de klappen die vallen natuurlijk wel, absoluut. Ja. Dat kun je ook wel merken in je omgeving? Ja, je spreekt natuurlijk wel ondernemers, collega's. En het is wel heel erg pijnlijk om te zien dat het zo moeizaam tot stand weer gaat komen en dat er uiteindelijk gewoon weinig licht aan de tunnel op dit moment gloort. En dat is wel iets wat gewoon heel erg lang duurt en wat men ook wel zeker raakt. Het is niet echt prettig om mee te maken. Nee. En je ziet er nogal een beetje positief uit en ook wel vrij optimistisch, et cetera. Maar maak je ook in je omgeving wel mee, mensen mee die zeggen van ik zie het absoluut niet meer zitten? Nou, je hoort zeker wel geluiden en hoe langer dit gaat duren, hoe harder de klap natuurlijk aankomt. En het zal misschien niet voor iedereen toverbruggen zijn en dat is iets wat de toekomst uit zal gaan wijzen, maar dat hier een hele tijd achteraan gekomen voordat iemand echt uit de zorg komt, dat is wel duidelijk, zeker weten. Ja. En jullie gaan echt met de volle goede moed vooruit en zeggen van zometeen gaan we weer echt helemaal er tegenaan. Ja, ik vind ook dat de gunfactor is zeker aanwezig bij de inwoners uit de regio. En wat belangrijk is natuurlijk als straks alles weer geopend gaat worden, dat men ook wel weer echt naar de winkel toe gaat komen. En daar ben ik absoluut niet bang voor dat het niet gaat gebeuren. Zeker niet. Vooral ook uit de periode waar we nu komen. Waar mensen ook willen beseffen van steun lokaal en ga toch echt wel weer opzoeken. Ja. Je kijkt ernaar uit, zie ik wel. Zeker weten, absoluut. Ja. Rosalie en Carly van huisje nummer 16. Pas begonnen. Ja. En nu corona. Ja. In de corona begonnen. Ja. Wat vind je dan? Hoe durf je het? Nou, we hadden het plan al voordat corona kwam.
En toen zouden we opengaan vorig jaar, april. En ja, dat ging dus even niet door, vanwege corona. Maar we hebben later wel, wanneer zijn we nu opengegaan? In mei zijn we opengegaan. Mei zijn we toch, hebben we toch de, nou ja, we hadden de plannen al, we hadden al ingekocht, dus we moesten eigenlijk al starten. Start en de reacties waren gewoon superleuk en ja, dus nou ja, dat maakte een heleboel goed. Alleen ja, er ging gewoon heel veel niet door. Bissing niet, marktjes niet, alles niet zeg maar, waar je dan op ingezet hebt. Dus dat ja, maakt het gewoon lastig. En nu? Hebben jullie ook een ander idee gekregen van, nou, we gaan dat doen om bijvoorbeeld te overwinteren? Nou, wij dachten in december zijn we eigenlijk begonnen om volledig de winkel open te gooien. En dat was net 2 weken en toen kregen we de lockdown. Dus toen dachten we, oké, wat gaan we nu doen? En toen hebben we de webshop geopend. We hebben via social media verkopen we nogal veel. En we zijn Star Inclusion weer gaan oppakken. Dus daar richten we ons nu heel erg op. En volgende week willen we, we gaan nu zijn met etalages bezig om voor de Valentijnsactie wat op te zetten en hopen we daar een leuke like- en deelactie mee te doen op social media en window shopping. En hoe kunnen de mensen nu dus bij huisje nummer 16 terecht? Via, je zegt het al, sociale media? Ja, via www.huisjenummer16.nl, op onze webshop, op onze website. En daar staat onze nummers, dus we kunnen altijd gebeld worden, bellen, appen, videobellen. Videobellen, alles kan. Jullie zeggen net van, jullie hebben zo meteen een prachtige Valentijnsactie. Kun je daar iets van vertellen? We gaan leuke pakketjes samenstellen en vanaf volgende week mogen we afhalen. Dus dan hopen we dat mensen hier langs de deur komen om de spulletjes op te halen. Ze kunnen het eerst bekijken in de etalage wat het is en dan daarna ophalen. En social media zal het ook opstaan, dus we gaan er gewoon wat leuks van maken. Jullie blijven gewoon enthousiast, jullie blijven gewoon positief. Je gaat gewoon zo meteen onderdeel uitmaken van een bloeiende middenstand hier en op. Daar hopen we. Ja, daar hopen we. Ja, daar gaan we voor. De winkel snel weer open mag, dat is natuurlijk het allerleukste, want dan missen we wel klantcontact. En we gaan nu met onze winkel naar de mensen toe. En het zou leuk zijn als we weer bij ons in de huisje komen. Esther Waterink van DA Drogist, jullie mogen wel open. Ja, klopt. Ja. Maar kunnen jullie nou ook merken dat het coronatijd is? Dat kunnen we zeker wel merken. De loop door de straat is een stuk minder. Mensen gaan niet gezellig naar de horeca. Dat is wel een punt waarop wij het gewoon wel rustiger hebben. Spelen jullie ook in op deze coronatijd met webshop? Of? Nee, we hebben geen webshop. DA heeft een webshop, maar dat is niet aan ons per se gelinkt. Wij spelen er wel op in dat we wel bezorgen. Dat geven we ook al steeds aan. We bezorgen de spullen en mensen bellen daar ook wel voor. Maar goed, ze mogen ook nog steeds naar ons toe. Dus dat is beide gaat goed. Verwachten jullie nou zomaar ook, bijvoorbeeld is een hoogtijdag, hè, Valentijnsdag, dat er dan minder mensen zullen komen dan andere jaren? Nou, we verwachten niet minder mensen. We verwachten ook niet echt een hogere omzet. Maar we hopen eigenlijk wel dat mensen wat meer cadeautjes aan elkaar gaan geven. En dat we daardoor toch nog de omzet kunnen halen. Spelen jullie daar ook in met aanbiedingen? Ja, we hebben wel de slingers en de aanbiedingen paraat staan. Dus voor mensen die een cadeautje willen is dat prima voor ons te doen. Nou heeft Mark Rutte gisteren toch wel wat positievere geluiden laten horen als het gaat voor de winkeliers. Zien jullie ook nog licht aan het eind van de tunnel dat het hier ooit weer een heel gezellige stad wordt waar je fijn kunt winkelen? Ja, we zien zeker wel licht aan het eind van de tunnel. Dat is wel, daar moeten we ons ook wel een beetje op focussen, een beetje positief blijven. De zomer komt er weer aan, de campings zitten hopelijk dan weer vol. Mensen die in Nederland op vakantie gaan en daar focussen we ons toch wel op straks. Daar gaan we wel vanuit dat het wel weer beter wordt. Joop Solly, van de Wereldwinkel. Ja. En hoe gaat het hier tijdens de coronatijd? Nou, het gaat hier eigenlijk net als op heel veel andere plekken. Wij kunnen niks meer verkopen. U staat eigenlijk helemaal stil? Ja, we kunnen niet anders. Want we zijn dus een, sinds lockdown in december. Nou zijn er ook winkels die zeggen van, nou wij doen het toch wel via de webshop of via social media en bezorgen aan huis en versturen allerlei zaken. Doet u dat ook? Nou, we hebben daar wel over nagedacht om dat te doen. We hebben geen webshop, dus dat maakt het wel moeilijker. En omdat we elke keer weer andere artikelen hebben, zou het ook een hele toestand zijn om dat allemaal bij te moeten houden voor wat we wel hebben en wat het kost. Dus dat maakt het voor ons wel een stuk moeilijker om echt ook een webshop te gaan opzetten. Bovendien, we werken met uitsluitend vrijwilligers en we hebben dus ook iemand weer nodig die dat dan ook weer kan doen voor ons.
Het werken met vrijwilligers, zorgt dat er dan ook voor dat de Wereldwinkel het wel gaat overleven? Nou, dat zal wel lukken, omdat we dus geen kosten hebben wat betreft de lonen. Dus hetgene wat je dan wel hebt, zijn natuurlijk je vaste lasten, die moet je wel afdragen. Maar wat loonkosten betreft hebben wij dus eigenlijk nooit kosten. En dat geldt voor zowel de vrijwilligers die in de winkel staan, maar ook voor de bestuursleden. En dat betekent dus ook dat de vaste lasten de enige onkostenpost zijn die de Wereldwinkel op dit moment heeft? Ja. Huur? Gas, water, elektrisch? Huur gelukkig niet, want we hebben een hele goede verhuurder. Die heeft ons in de eerste periode al een aantal maanden huur weggeschoven. Gezegd van, nou, dat hoef je niet te betalen. En vanaf januari hoeven we ook geen huur te betalen tot op het moment dat we weer open gaan. Dat houdt dus in dat we eigenlijk alleen de kosten voor gas, water enzovoort kwijt zijn. Eventuele belastingen die we zouden moeten betalen. Maar dat betekent dus dat we een relatief klein bedrag kwijt zijn. En dat houden we wel een aantal maanden vol. Ja, dan bent u dus wel eigenlijk een unicum. Want is dat eigenlijk gewoon hier in Ommen dat de huur wordt kwijtgeschoven? Dat weet ik eigenlijk niet. Het zou natuurlijk wel heel fijn zijn als er andere verhuurders eigenlijk iets soortgelijks doen. Zodat mensen die nu echt in de problemen zitten, gewoon een doorstart kunnen maken straks als we weer aan de gang kunnen. Maar u gaat als Wereldwinkel dan weer open en daar verwacht u van dat het allemaal weer eigenlijk als van ouds gaat? Dat hoop ik wel. Kijk, en deze periode is voor ons altijd al een periode waarin de verkoop toch wat minder is. Wij moeten het ook onder andere hebben van de mensen die hier op vakantie komen. En we hopen dus echt wel dat we voor die tijd weer open kunnen gaan en dat er ook weer mogelijkheden zijn om de mensen hier op vakantie te ontvangen. Het afgelopen jaar hebben we dat ook gemerkt. Toen hebben we echt een redelijk goede omzet gedraaid, waardoor we hetgene wat we in het begin gemist hebben door die lockdown toen weer voor een groot deel gecompenseerd hebben gekregen. Dus als zo meteen de winkel weer open gaan, hoopt u tenminste het heel snel weer in te halen wat u nu kwijtraakt? Ja, dat hopen we wel, straks weer met de vakantieperiode. Want het is natuurlijk niet voor uzelf, maar het is voor een goed doel. Ja, en dat maakt het, vind ik zelf, ook moeilijk. Kijk, wij leven hier in een land waarin het toch goed vertoef is over het algemeen. Maar als wij geen spullen kunnen verkopen, dan kunnen we dat ook niet meer inkopen. En de mensen die het voor ons maken, en dat zijn dus de mensen in wat we vroeger dan de derde wereld noemden, die maken onze spullen, ja, die hebben dan ook geen inkomen. En dat is voor hun, denk ik, nog veel erger. Nou, u hebt wel goede moed dat het zometeen allemaal weer een stuk beter gaat. We hopen dat het zo snel mogelijk weer opgestart kan worden. En dat we dus ook weer omzet kunnen draaien, ook voor die mensen. Want daar doen we het uiteindelijk voor. U draait helemaal met vrijwilligers. Ja. Die zitten nu thuis. Heeft u nou wel zometeen genoeg vrijwilligers die weer opnieuw willen beginnen? Nou, dat is dus op dit moment echt wel het probleem, want we hebben in de afgelopen tijd natuurlijk geen nieuwe vrijwilligers meer kunnen aannemen. Ja, want je moet de mensen inwerken, dan moet je al met meer dan één persoon in de winkel staan. Ook als je uitleg geeft over hoe een kassa werkt, sta je toch vlak naast elkaar en dat is dus onmogelijk geweest de laatste tijd. Er komt straks, als we weer open gaan, komt er een telefoonnummer weer op de deur te staan. Daar kunnen ze naartoe bellen. Want het is natuurlijk wel iets bijzonders, hè? Een Wereldwinkel, je doet het niet voor jezelf. Het is allemaal vrijwilligerswerk. We hebben echt, echt weer een aantal mensen nodig. En dan in de Kerkstraat komen we Alice Wesseling tegen. Je hebt hier een modezaak. Klopt, ja. Wat voor zaak? Wij hebben een winkel in Ibiza mode en boho-stijl. En wij verkopen kleding, tassen, sieraden en dergelijke. Maar nu even niet? Nu even niet, helaas. Nee, nee. Want je moet op slot. Ja, we zijn sinds 19 december, net als vele anderen, gesloten. En dat is helaas heel erg vervelend. Maar kun je het overleven dan? Het wordt nu wel lastig. Zeker omdat we gisteren hebben gehoord dat de lockdown tot in ieder geval 2 maart duurt dit jaar. Dat is weer een maand. Het buffertje slinkt aardig. Dus het wordt echt lastig nu. Maar nu heeft Mark Rutte toch iets versoepeling aangegeven. Je mag zometeen wel bij de winkel afgeven. Helpt het dan niet? Weinig, weinig. Bezorgingen in Ommen, dat doen wij wel. Is minimaal. Het is toch meer regionaal wat ik verkoop. Via social media. En dat wordt toch verzonden, zeg maar. Dus het afhalen bij een winkel is hier niet echt rendabel. Nee. Nee. Zie je het nog wel zitten? Dat zeker. Dus je gaat wel door? Ik ga zeker door. We laten ons er niet onder krijgen. Het wordt wel lastig. Maar we verheugen ons enorm op de zomer. Voor nu is het doorbijten. Wanneer verwacht je eigenlijk dat je weer echt
de mensen hier kunt ontvangen en alles kunt laten zien. Ik hoop toch echt 1 april. Dat moet echt gebeuren, 1 april. Ja, anders wordt het heel moeilijk. Maar ik ben blij dat ik in ieder geval weer een enthousiaste ondernemer hier in Ommen tegenkom die zegt van wat er ook gebeurt, ik ga door. Ja, nou, op een gegeven moment is voor mij ook de grens, financieel. Kijk, als we nou heel erg privé moeten bijleggen, dan wordt het heel erg lastig. Maar de intentie is zeker dat we doorgaan. Ja, absoluut. Ja. En dan komen we even binnen bij Quattro Store, bij Liesbeth Weelink. Hoe gaat het hier? Best goed eigenlijk. We hebben onze wintercollectie aardig door kunnen verkopen op Instagram en Facebook. Mensen belden ons en merkten echt dat we wel gedragen werden door onze klanten. Eigenlijk in om en omgeving. Zelfs ook daarbuiten wat toeristen die normaal gesproken ook altijd zijn. En die ons dan toch ook wel een belletje doen van oh, kun je dat even opsturen. En dat heeft voor ons best goed gewerkt. Maar betekent dat nou dat jullie weinig last hebben gehad van de hele coronasituatie? Nee, dat niet. Want uiteindelijk het fysieke winkelen, dat is het allerbeste. Mensen nemen uiteindelijk meer mee als je kleding kunt zien en voelen. Dus we hebben zeker er wel nadeel van gehad, absoluut. We hebben geen webshop en hebben we eigenlijk jaren geleden bewust voor gekozen dat we geen webshop hebben. Omdat we graag mensen toch persoonlijk willen adviseren. En ook nu denk ik dat een webshop voor de grote winkel die we hebben, uiteindelijk geen goed verdienmodel is voor ons. Bieden we onze kleding nu aan via Instagram en Facebook en door middel van dingen te showen en daar reageren mensen dan op. Je kunt het, je trekt gewoon zelf je kleding aan, je kunt het op allerlei manieren doen, je kunt er gewoon statisch bij gaan staan, je kunt een filmpje maken, je kunt even artikelen op een rekje hangen en het per stuk laten zien, prijs erbij noemen, op die manier gaat ook verkopen. Dus jullie hebben eigenlijk een soort etalage gemaakt, maar dan via de sociale media. Ja. Ja. En dat werkt goed? En dat werkt, voor ons heeft het zo goed gewerkt, ja. Is dat nou iets wat je zometeen, als die hele coronatijd achter de rug is, aanhoudt? Dat je zegt, daar gaan we mee door? Ja, wij deden het al wel, maar in wat mindere mate. Ik merk wel dat het uiteindelijk de verkoop zal bevorderen, dus we willen het wel inhouden. Dan is het vandaag 3 februari en gisteren heeft Mark Rutte aangekondigd dat jullie zometeen aan de winkeldeur mogen afgeven. Is dat nou een verbetering zometeen van de omzet? Of denk je van nou? Nou, ik denk het niet. Nee, ik ga niet ervan uit dat veel voor onze branche uit zal halen. Omdat uiteindelijk hebben wij een beetje een regiofunctie. Dus wij gaan het gewoon bezorgen. En voor mensen die wat verder weg wonen, dan stuur je het op. Dus ja. Of dat mensen nou hier aan de deur komen, of wij komen bij mensen aan de deur het afgeven. Daar ga ik geen omzetgroei van zien. Dus je hoopt dan gevestigd op het winkelende publiek vanaf de campings? Nee. Ook zeker gewoon het publiek wat normaal gesproken ook onze klanditie is. Mensen in Ommen en omgeving. En uiteindelijk is heel leuk extra de toerist die hier komt. Want daar profiteren we allemaal van. En dan gaat dat wel goed komen. Daar ben ik niet bang voor. Want ik denk dat het zomerseizoen hier ontzettend druk is. Ik heb al van een aantal campings gehoord die nu als een tierenlier gaan. De boekingen die stromen binnen. Dus we gaan het van het zomer echt wel druk krijgen om. Maar nu is het, moeten we het doen een beetje met de middelen die we nu hebben. Is het afzien of zeg je van, nou, we kunnen toch wel behoorlijk ontspannen gaan? Afzien dat klinkt heel, dat we het heel zwaar hebben. En dat is niet zoals het is bij ons. Nee, we hebben gewoon best wel een buffer. Dus dat is uiteindelijk ook fijn, doordat we ook al 25 jaar bestaan. Dus heb je echt wat opgebouwd. En daar profiteer je nu ook van. Even een vraagje van een heel zuinige winkelende ommenaar. Komen er nou zometeen ook heel veel dingen in de uitverkoop? Nou, wij hebben eigenlijk toen het af werd gekondigd dat het moedig zou gaan eigenlijk. Die maandag, bewuste maandag. Toen hebben wij gelijk onze wintercollectie voor 60% aangeboden. En toen hebben we het maandag, die maandag dat we nog open mochten zijn, was het heel druk. En vanaf dinsdag tot nu doen we het dus op de andere manier zoals wat ik je net uitgelegd heb. En wij hebben ontzettend druk gehad. We hebben echt de decembermaand hebben het heel goed verkocht.
En tot nu toe nog steeds eigenlijk, want ja, wij zijn op inkoop geweest om gewoon te zorgen dat leveranciers onze spullen maar gaan afsturen. Want we kunnen wel spullen gebruiken, we hebben het echt goed doorverkocht. Dus om jouw vraag te beantwoorden, nee, wij hebben de meeste spullen al weg eigenlijk. Dus wat er nog hangt, dat zal voor een klein prijsje nog weggaan. Maar er hangt niet zoveel meer wat echt in de sale is, dus dat scheelt. Dus we moeten echt wel de conclusie trekken dat hier een winkelier staat die zegt van, nou, we hebben van de coronatijd echt wel geleden, maar we houden het hoofd omhoog, zetten door en we zien uit naar de toekomst. Ja, absoluut. We gaan, hebben er vertrouwen in dat het ook goed komt. En ja, we zijn gewoon, we hebben eigenlijk op tijd geschakeld. Want ik denk als je nog moet schakelen als echt de deur fysiek open gaat, dan heb je gewoon voorjaarscollectie hangen. En als je dan die hele wintercollectie nog hebt, dan heb je een probleem. Maar dan, ja, dat hebben we gelukkig niet.